Na 7 seizoenen is het programma Over Mijn Lijk niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie. En voor veel kijkers blijkt Valerio Zeno, die gisteren zijn 2e seizoen afronde, de perfecte presentator van dit heftige programma, waarin doodzieke jongeren worden gevolgd tijdens hun allerlaatste fase. Ik vind hem wel echt mooi eruit zien. Ja, ik vind hem ook wel stoer. Ik loop ook heel vaak op straat gewoon met mijn broekspijp omhoog. Uitsloven. Over Mijn Lijk blijkt na 2 seizoenen het geknipte programma voor Valerio. Wat een mega succes. Het 2e seizoen voor jou. Ik sta echt ervan te kijken hoeveel positieve reacties ik krijg. Normaal hoor je alleen maar slechte verhalen over Twitter. Ja, ik loop de hele dag alleen maar te scrollen, dat ik denk, wat lief joh. Dat hij per jaar naar 5 begrafenissen van jonge mensen moet, dat wendt nooit. Maar in een hoekje zitten huilen is er ook niet bij. Ik had in het eerste seizoen, toen reed ik naar huis. En toen zat ik te denken, ik had een jas besteld, zou die al binnen zijn? Toen dacht ik daarna, oh, hoe durf ik hier over na te denken, weet je wel, belachelijk. En toen dacht ik daarna, ja, maar ja, het heeft ook geen zin om nu voor straf 3 uur lang dan me heel rot te voelen. Dus dat klinkt heel hard, alsof ik een hart van ijs heb. Daar weet je natuurlijk alles van. Toch moet zelfs de altijd zo onverstoorbare Valerio af en toe een flinke brok wegslikken. Zal ik dan maar alvast afscheid van je nemen? Ja? Mag ik je nog wel een kus geven? Tuurlijk. Ik heb dan dit seizoen ook afscheid genomen van Gerianne. En zij was een maand 17. En dan denk je wel, kon er maar een soort van regel zijn dat je tot je 18e niet ziek kon worden. Als het aan Valerio ligt, blijft hij nog lang het gezicht van Over Mijn Lijk. Tom leeft nog. Die is van dit seizoen. Ja. Gaat hij dan naar seizoen 3? Dat weten we nog niet. Of we dat gaan doen. En we weten ook niet hoe het tegen die tijd met Tom gaat. Hij heeft net een uitslag gekregen dat het eigenlijk slechter gaat nu. Hij heeft ook weer vocht in de longen. Maar we hebben afgesproken dat eind van het jaar, als de televisieruitreiking daar is, dan is hij erbij. Ja. Dat moet nog. Dat vind ik wel, ja. Ja. Of je nou wil of niet. Het is een hele zware kost. Wat ze op een hele mooie manier toegankelijk maken voor veel mensen in Nederland. Het is heel moeilijk om te presenteren. Hij doet het gewoon heel goed, toch? Fantastisch. Er waren er natuurlijk 2 vormen. Patrick Lodiers was de eerste presentator die ermee begon. Die vond het zelf heel zwaar om te presenteren. Nam ook veel mee naar huis. Yvonne Jaspers heeft het ook nog een jaartje gedaan. Valerio heeft daar eigenlijk veel minder last van. Ze gaan voordat ze aan het traject beginnen, naar een traumapsycholoog. En hij is eigenlijk heel nuchter. Hij kan het wel, ja, toch een plek geven. We kennen die nuchterheid natuurlijk van hem. Velen noemen het ook wel de onderkoeldheid of hoe die praat, hè, de typisch Valerio. Maar dat komt hem nu goed van pas. Dat komt hem heel goed van pas. En het komt hem ook heel goed van pas dat hij stiltes durft te laten vallen. Dat hij met die mensen praat als mensen. Ja. Niet als zieke mensen, maar gewoon als mensen zoals jij en ik. En dat geeft een heel prettig gevoel bij het kijken ook. Ja. Want soms denk je ook wel even, oeh, dit schuurt, of kan hij dat eigenlijk wel zeggen? Maar eigenlijk is het heel fijn. Die kandidaten, dat is ook een beetje een raar woord, maar zo noemen ze wel, die hier aan meedoen, die vinden dat ook fijn. Dat ze gewoon worden behandeld en niet. En de nabestaanden, want voor hen lijkt me het best wel moeilijk. Want je hebt aan de ene kant een heel mooi document voor later, maar je hebt ook wel een heel confronterend document. Ja, en vaak zijn de kandidaten al overleden als het programma wordt uitgezonden. Dus dat is wel heel confronterend. Maar over het algemeen, eigenlijk iedereen ziet het zoals je het als eerste omschrijft, als een heel mooi document. Ja. En zeker gisteren met Germaine, met zijn zoontje, die is 3. Die moet afscheid nemen van zijn vader. Nou, dat is natuurlijk, krijg weer kippenvel, het is natuurlijk vreselijk. Maar hoe mooi voor zijn zoontje dat hij later dit document van zijn vader heeft. Ja. En ik denk dat Filemon ook niet voor niets begint over de televisierring. Ik dacht, hij heeft helemaal niks gezegd. Hij staat daar, maar Valerio. Nee, maar dat lijkt mij niet voor niets, want hij wil hem vast graag winnen. En ik mij vind het ook dat heel dat erg terecht. Ja. Ik begrijp eigenlijk niet waarom dit programma nog nooit in de top 3 heeft gestaan. Ja. Vreemd. Nou, ik weet nog van de tijd dat ik nog wel eens met Patrick een busje deelde, dat het zo zwaar is. Dat je elk moment van de dag kan je worden opgeroepen. Ja, we moeten nu die kant op, want het gaat heel snel. Je volgt die mensen zo'n anderhalf jaar, hè? Ja. Je ziet ze wel zo'n 15 keer. Er is vaak nog contact achteraf ook met de familieleden, met de mensen eromheen. Je bouwt echt iets met ze op. Het is niet even, kom in de kamerploeg kijken hoe het hier naartoe gaat. Het is heel intensief werken. Ja. Eigenlijk maak je per seizoen 5 à 6 vrienden. Waar je ook gelijk weer afscheid van moet nemen. Ja.